Janneke en Janneke, dat waren dikke vriendjes. Chesto. Jongen. En dat moet zo de kerstdagen in. Het water komt er niet meer. Nee. Kom maar de voorruit in. Ja. Oh man. Nou, dat is een natte moezen hier, geloof ik. We gaan even een wandelingetje maken naar het dorp. En als Gerard de camera een beetje in de lucht houdt, dan zie je dat het weer grijs is en regenachtig. Maar we hebben hier een hartstikke leuke meneer ontmoet die net van plan is om weg te gaan. Maar ik heb hem gevraagd hoe lang of hij al campert. En dat is? 27 jaar. En heb ik het goed begrepen dat u altijd hier in Portugal bent? Minimaal de laatste 15 jaar altijd in Portugal. Voordien was het dus afwisselend Frankrijk en Portugal. Ik vraag me dus af, als ik op de weerkaart kijk, dan zie ik dat Spanje, de oostkust van Spanje, over het algemeen beter weer heeft. Hoe zit dat? Nou, dan heb ik nog nooit op de goede kaart gekeken. Moet je s'avonds net voor achter kijken. Oh. Op RTL4 op het nieuws. Dan kun je aan de kleurverschillen zien dat hier net altijd een paar graadjes beter is. Vandaag is dat zo? Ook, vanmorgen was het 15 graden, 14, 15 daar, was het hier al 17. Oké, ik zal mijn leven beteren. Zeg, en waarom in Portugal en niet in Spanje? Dat is iets wat van vroeger ontstaan is. De mensen zijn hier veel vriendelijker als je ergens in een dorp komt of in een winkel komt of wat dan ook als in Spanje. Ze staan je daar niet te woord. Oké, nou, die ervaring hebben wij nog niet, maar bedankt in ieder geval en een hele fijne dag. Oké. Graag gedaan. Op onze wandeling komen we langs een vrij nieuwe camperplaats. Die behoort tot een organisatie die 3 campers campingplaatsen heeft. Deze is dan in Silves. Ze hebben er een in Valencia, een prachtige, en in Tavira. Deze camperplaatsen die, zijn uitstekend georganiseerd. Mooie, ruime plekken, goed afgebakend, schoon. Ja, er is eigenlijk zoals een camperplaats hoort te zijn. Wasmachines en dergelijke dingen zijn ook allemaal aanwezig. En douches. Hij wilde niet op. No. Prima plek. Okay. Nou heb ik net alles hier binnen klaarstaan en wat gebeurt er? De zon schijnt. Nou ja, dan maar binnen, maar je ziet wel hoe krap het is. Als je vaak campert, dan moet je zelf supporting zijn. En dat zijn we ook. En in de beginjaren was het wel eens lastig. Want dan had ik Gerard geknipt en dan leek het bovenop en opzij leek het nog wat. Maar achter moest ik steeds wat bijknippen. En dan zei er wel eens iemand, welke kapper is hij geweest? Ik zeg, sst, niks zeg, want hij bekijkt zich toch nooit van achter. Nou goed, we gaan het proberen. Maar je moet iets naar voren, want ik kan... Dit is dus de uitzending van de geknipte gast, hè? Ja, gaat... Nee, dat kan ik niet. Je bent het wel gewend, Gerard, hè? Dat doen we vaker onderweg, toch? Dit soort dingen. Ja, ja. Is handig, hè, de kapser in huis. Ja. Want als je zo 3-4 maanden onderweg bent, dan moet het toch een keer gebeuren. Een paar keer gebeuren zelfs. Ik heb me altijd voorgenomen om nog eens een keer een kapperscursus te volgen. Maar ja, er is tot dusver nooit wat van gekomen. Nee, dat kun je maar... wel zien ook, hè? Ja, de onhandigheid zelf. Maar goed, je zult eens zien als je straks klaar bent, dan lijkt het nog wel aardig wel. Oh, hou je vast.
Nou, een beetje vertrouwen in de mensheid, hè? Ja, ja. Ja, ja. Heb je wel gezien dat de zon alweer prachtig schijnt? Ja, joh. En ik heb weer een prachtig uitzicht hier over de rivier. Dus, de temperatuur is ook goed. Ja, dat markeert het niet aan. Ja, alleen de zon die laat ons iedere keer in de steek. Ja. En dan ben je net een eindje aan de wandel en dan begint het weer. Ja. Maar goed. Maar ik vind wel, we zijn nu 4 weken onderweg, hè? Het gaat allemaal wel snel, hè? Ja. Nou, maar we zijn laat begonnen. We moesten eerst op onze griepprik wachten. En we hadden nog wat andere medische zaken te regelen. En dan ben je eigenlijk pas laat weg. En wij kwamen natuurlijk meteen in het slechte weer terecht. Wij volgen wel vlogs van andere overwinteraars. Maar die zijn in oktober al deze kant op gegaan. En die hadden prachtige blauwe luchtopname. Ja. En wij komen iedere keer met die grijze beelden aan. Ja. En dan zijn we zelf ook nog loodgrijs. Maar goed, we houden er moeten. Weer een paar van die grijze kop met beeld. Maar we houden er moeten wel in. Hè? Nou, ik moet even. Kijk, ik kan natuurlijk niet de rotte. Nou, netjes toch? Geweg. Nou, dat was het. Ja. Eerste kerstdag. De bedoeling is dat iedereen buiten zijn barbecue aansteekt en gezellig bij elkaar gaat zitten, een borrel en wat eten. Want het is tenslotte de eerste kerstdag. Nou zijn er niet zo heel veel die aan het verzoek voldaan hebben. Maar goed, in ons straatje waren er toch een aantal die daarmee bezig waren. En dan een barbecue aansteken, ja. De kolen zijn natuurlijk niet zoals ze thuis zijn. En met een klein aanstekertje valt het ook nog niet zo hard mee. Maar uiteindelijk heeft iedereen de brand erin gekregen. Met de deskundige hulp natuurlijk van allerlei stuurlui die aan de wal staan. Ik heb je naast in bos zien staan, toen zaten er geen appels aan. O denneboom, o denneboom, wat zijn je takken wonderschoon. Nou, proost hè. Maar Hans, jij geeft even een uitleg van de wonderpan. De wonderpan. Nou, het wonder van deze pan is dat hier vanmorgen een hele mooie gebakken koek uit is gekomen. Hè? En die hebben wij met de koffie opgegeten. Maar nu zitten we de barbecue en dan moet er vlees warm gemaakt worden. Ook dat stoppen we nu in de wonderpan. Ik had een groot stuk biggenvleesje gekocht bij de Continente. En die heb ik doormidden gedaan, want anders past het er niet in. En stukjes kippenpootjes, vleugeltjes en dat allemaal. Doen we allemaal in de wonderpan. En een brandertje eronder in de laagste stand. Want anders wordt het veel te heet. Dan brandt alles weer aan. Het hoeft alleen maar warm te worden. En ik doe het dekseltje erop. En met 2 minuten, 3 minuten is het klaar. Het is net tijd om een glaasje te drinken. Oh, ja. Dat doen we even tussendoor allemaal. Hè. We moeten zoveel tegelijk doen. Op de wonderpan. Ja, nou waren we net begonnen met het lekker warm maken van onze happeneeën. En dan was de gasplus leeg. Heb ik even een nieuwe gehaald, de camper. Kon ik zo pakken. En even het dopje eraf trekken. Je legt hem hier zo
in met de gleufje omhoog. Die past hieronder. Heb je hem er helemaal in? Zo, balkje valt er weer in. Drukt eventjes dit hendeltje naar beneden. En het is weer klaar voor gebruik. Ik zie nog geen val. Nee, maar er moet een lucifertje bij. Er zit er een aansteker ding bij. Nee, daar zit er niet bij. Dit is een hele goedkope. Oh. En dan gaan we even een klein eindje openzetten. En hij brandt. Hij brandt weer. Het is weer voor elkaar. Ja. Pannetje er weer op. En nou is hij weer met 3 minuten klaar. Zelfs ik kan het maken. Ik kan het voor elkaar maken. En dat wil wat zeggen. Dat wil wat zeggen. Nou, met deze uitleg van Hans over de wonderen van de wonderpan. En geloof het of niet, het wonder geschiedde. Het vlees kwam er allemaal helemaal goed uit. En we hebben lekker gegeten met elkaar. We hebben gezellig gezeten. En we hebben de hele middag buiten kunnen zitten tot 6:30. En geen regen gehad, wel iedere keer jas aan, jas uit. Maar het was prima te doen. En nou, we hopen dat jullie ook dit vlog, waar toch van alles weer in zat. En vooral een beetje de persoonlijke noot van ons. Dat je het leuk vond. En vond je het leuk? Abonneren en een duimpje omhoog zou ik ook heel leuk vinden. En tot de volgende keer dan maar weer.